Hey, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Mijn naam is Kenny Samson, vader van Kinai. Uh-huh. Betrokken ouder hier op school. Oké. Okay. Maar wat doen jullie dan zoal hier op school? Er zijn een heleboel, vooral tijdens de vaderweek, zijn er een heleboel activiteiten die je samen met je kind kan uitvoeren. Uh-huh. Je mag als gast in de klas zitten, dan zie je hoe die werkt, dat vinden ze ook leuk. Oké, leg even uit. Gast in de klas, dan kom je gewoon echt als gast in de klas zitten, zeg maar. Je woont een les bij. Okay. Een stukje van een les dan. Zo moet je het zien. En we hebben gegymd. Dit jaar heb ik meegedaan met gym, want hij had toevallig gymles. Mm-hmm. Gingen we gymmen. Ik had begrepen dat jullie ook aan een voetbaltoernooi hebben meegemaakt, of meegedaan. Hebben jullie dat zelf georganiseerd, of was dat vanuit iets anders? Of? Nee, mijn zoontje zit hier op school vanaf 2010 volgens mij. En sinds 2010 wordt het vanuit de school uit georganiseerd. Door een juffrouw hier. Sowieso vanaf het begin af aan heb ik al niet echt bewust aangegeven, maar dat ik voetbal, weet je wel. Dus, en zodoende heeft de juffrouw me aangesproken van luister, we willen graag vaders die meedoen. Ik heb gewoon een paar vaders geronseld om mee te voetballen. Stel, dit is nou zeg maar de derde jaar dat jullie dan spelen. Ja. Oefenen jullie dan ook gewoon samen met z'n allen en zo? Is dat, Er is elke donderdag een oefendag, zeg maar, in aanloop naar het toernooi toe. Maar wij oefenen gewoon op de dagen dat we kunnen met z'n allen. Maar dat heeft blijkbaar ook uitgepakt, want jullie zijn eerste geworden. Met nodige geluk zijn we eerste geworden, ja. Een nodige geluk ligt dat dus toe? We hebben twee wedstrijden gelijk gespeeld. Nou, met gelijk spel pak je geen punt, pak je één punt. Uh-huh. Dus we hadden geluk dat het andere team in onze pool, zeg maar, dat die één keer had verloren en een keer had gelijk gespeeld. Hoe is dit toernooi opgebouwd? Het exacte weet ik niet, maar het kwam neer op pool A en op pool B. Nou, wij zaten dan in pool B en met z'n vijven, als ik het goed heb, met vijf teams. En pool A zat ook vijf teams. Nou, dan moet je proberen om eerst van je pool te worden. Want de finale gaat tussen de winnaar van pool A en de winnaar van pool B. Maar in ieder geval, jullie zijn wel eerste geworden van jullie pool dus? Ja, ja, met één punt voorsprong op onze opvolger, zeg maar. Dus de tweede die had 10 punten, we hadden 11 volgens mij. En toen werd de finale gespeeld? Ja. Kan je een beetje vertellen hoe dat ging? Ja, heel snel. Heel snel. Ook toen, het ging heel snel. Je begint de wedstrijd. Nou, tegenstander was heel goed. Ja. Die hadden heel veel snelheid voor, dus wij moesten verdedigen. Okay. Maar dat ging niet zo goed. Het verdedigen. Dus hij liep twee keer door. En onze keeper moest ons redden. Uh-huh. En omdat zij zeg maar op de aanval gingen, ja, kwamen de achterbeen, kwamen de gaten vrij. Okay. Nou, die werd goed benut door een van onze medespelers. En die scoorde erin. En dan heb je al gewonnen. En dan floten ze gelijk af van tijd is om. En dan vonden jullie zonen en dochters natuurlijk altijd wel leuk om te zien. Ja, die waren helemaal uit hun sas. Die waren echt. En hadden jullie nog een feest daarna? Ja en nee, ik was te moe om te feesten. Er was wel een soort van afterparty, volgens mij mijn broertje dat geregeld, met nog een paar vaders, maar ik was te moe. Okay. En toen hebben jullie deze beker gekregen? Ja, tweede keer. Ja, want ik zie er, kan dit even, want ik zie er allemaal plaatjes op staan ook. Ja, de Prinses Margriet School, die heeft hem gewonnen, drie keer gewonnen volgens mij, 2007, 2008, 2009. We hebben hem in 2010 gewonnen en vorig jaar heeft de Maria School hem gewonnen. Oké. Okay. Maar ik heb al gezegd, als we hem in 2010 winnen, 2012 moeten we hem, 2014 moeten we hem zeker winnen. Dus 2013. Ja, er mag een jaartje tussen. Mag een jaartje tussen. Leuk om te horen en dankjewel voor het interview.